Welkom bij het FNV-journaal van vrijdag 13 januari, waarin we onder meer spreken met Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten, over de komende stakingen bij PostNL. Net voor het einde van het jaar werd bekend dat havenwerkers van onder meer P&O Ferries en tankopslagbedrijf Vopak per 1 januari van dit jaar een loonsverhoging krijgen van bijna 17%. Dit komt door een afspraak in de CAO die in de jaren 70 is gemaakt. Daarin is vastgelegd dat de lonen automatisch met de inflatie meestijgen. Mooie afspraak lijkt me, zeker in deze tijd. Na moeizame onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor PostNL sloot het bedrijf begin januari een akkoord met twee andere vakbonden, zonder de FNV. De FNV reageerde hierop met de aankondiging van acties. En vandaag is de eerste en we praten hierover met Mariska Exalto. Mariska, fijn dat je er bent en dat je even tijd hebt, want je hebt het hartstikke druk natuurlijk. Want vandaag is de eerste staking van werknemers van PostNL. Wie staken er vandaag precies? Vrachtwagenchauffeurs in het hele land, maar 25%, want ja, PostNL heeft eigen voorwaarden bepaald. En eerder voor de staking van Black Friday was het 10%. Rechter heeft hij overgenomen. Nu moeten we voldoen aan de voorwaarden weer van PostNL. Anders staan we weer voor de rechter, 25%. Ja. En nog een groep, de postvoorbereiders en postbodes in Heerlen. Die gaan ook staken vandaag? Ja. Oké, okay, ja. Hartstikke goed. Hey, en die 25% is omdat we moeten zorgen dat in ieder geval de medische pakketten en de rouwpost in ieder geval wel gewoon doorgaat. Hè? Nou, dat vinden we natuurlijk als FNV ook echt heel belangrijk. Klopt. Wat gaan we proberen te bereiken met de staking? Koopkrachtbehoud, dat minimaal. Ja, want er is natuurlijk een akkoord getekend, hè? Kunnen we die nog tegenhouden? Nou ja, er is altijd een kans, denk ik. En de leden van de andere vakbonden, die hebben nu nog gestemd. Die kunnen tot 19 januari stemmen voor of tegen het akkoord. Dus die kunnen daar nog iets in doen. Ja, dat. En probeer je nog bij PostNL aan tafel te komen? Nou ja, dat ligt eraan of PostNL akkoord gaat met wat er nu ligt, wat ze hebben afgesproken met de andere vakbonden. Dan kun je niet zomaar aan tafel komen, want dan is het klaar. Dan is er getekend, dan is er een nieuwe CAO met twee vakbonden die kleiner zijn dan de FNV hierin. Dus dan is het voorbij. Ja. Hey, en hoe is de stemming onder de leden van de FNV? Is die, Ze zijn furieus. Furieus. Ja? Voor kerstmis waren ze al boos, want kregen ze een zoethoudertje van PostNL. Eerste jaar wat CAO-bod op tafel heeft gelegd van PostNL, dat hebben ze gewoon maar gegeven aan de werknemers, zonder overleg met de vakbonden. Andere vakbonden waren toen ook boos. Ja, en toen hebben zij onderhandeld zonder ons. Dat maakte ze nog bozer. Dus ze voelen zich aan de kant gezet, niet gewaardeerd. Voor het tweede jaar in de CAO, wij wilden een eenjarige CAO, minder dan 3,1%. Ja, dus ze zijn echt heel boos. Dus er zullen vast nog wel meer stakingen volgen als er geen reactie komt. Het zou zomaar kunnen, ja, absoluut. Ja. En ja hoor, vanaf het einde van de maand is het ook weer raak bij de gemeenteambtenaren. Dan leggen zij het werk neer voor een betere CAO. Werknemers en werkgevers kwamen er tijdens de CAO-onderhandelingen niet uit. Als eerste zullen de medewerkers van de reiniging en de BOA's het werk neerleggen. Het bod van de werkgevers kwam gewoon niet in de buurt van de eisen van de FNV. Waaronder een salarisverhoging van 12% en opname in de CAO van een automatische prijscompensatie voor de toekomstige jaren. En dan, Fat Cat Day. Op 6 januari was het Fat Cat Day. Op die dag hebben de 14 meest invloedrijke CEO's van Nederland gemiddeld het jaarinkomen van iemand met een minimumloon verdiend. Een collega die er alles over weet is Willy Oosterveld. Willy, nou, leuk om je weer sowieso een keer te zien. Ja. Waarom Fat Cat Day? Ja, Fat Cat Day hebben we in het leven geroepen omdat wij het minimumloon op de kaart willen zetten. En dat wil je ook met de knipoog doen. Is hartstikke serieus. Maar eigenlijk ging het gewoon veel te weinig over het minimumloon. En met Fat Cat Day hebben we dat op de kaart gezet. Ja. Dit jaar voor de vierde keer, hè? Ja, alweer vierde keer. Ja, en natuurlijk zijn er altijd heel veel CEO's staan erop, hè? Want het zijn de meest, 14 meest invloedrijke CEO's van Nederland. Ja. Wie voerde dit jaar de lijst aan? Welke top 3 hadden we? Ja, het wisselt altijd een beetje. En dit jaar was Shell weer op de eerste plaats. Tweede plaats Ahold, Frans Müller en op de derde plaats Philips. Ja, even inzoomen op één van diegenen. Mm-hmm. Ahold, Dat is op zich mooi om op in te zoomen. Deze meneer Frans Müller.
Muller, heet de CEO van Ahold. En zoals je weet zijn ook allemaal ethische werkers daar op Fatcat Day naartoe gegaan. En dat is niet voor niks, want ook deze CEO heeft het graag over verantwoordelijk marktgedrag, over duurzaam ondernemen. Ja. En ondertussen betaalt hij echt veel te veel werkers een loon waar je gewoon niet fatsoenlijk van kunt leven. Maar iets is boven het minimumloon. En dus we waren daar met ethos-medewerkers. Wat vond hij daarvan? Hoe heeft hij daarop gereageerd? Ja, daar heeft hij niet op gereageerd. We hebben in eerdere versies ook wel eens een brief gestuurd naar alle CEO's om hen uit te nodigen om met ons mee te strijden. Ja. Weet je, verantwoordelijkheid nemen is niet zo heel erg moeilijk. Dat begint bij iedereen normaal te betalen. En dan reageren ze ook een beetje gepikeerd. Als ze al reageren, dan reageren ze gepikeerd en een beetje op hun teentjes getrapt. Dus het doet ze wel, dat ze op die lijst staan. Ja, dus dat is ook erg mooi. En vandaar ook dat we doorgaan totdat het misschien 1 mei wordt in plaats van 6 januari. Want het is duidelijk. Zij zijn ook gepikeerd, dus het is duidelijk dat het ook nodig is. En je bedoelt met 1 mei dat dan eigenlijk de CEO dan pas het jaarloon van iemand met een minimum inkomen heeft? Precies, ik denk dat wij tevreden kunnen zijn als Fatcat Day op 1 mei valt. Fatcat Day is inderdaad, weet je, de dag wat je al zei, waarop iemand, bijvoorbeeld zoals Frans Muller, al het salaris op zak heeft voor iemand met een minimumloon nog een jaar voor door moet werken. Ja. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, je mag wel wat meer verdienen, maar dit zijn natuurlijk dus absurd precies, eigenlijk. Ja. Wat doen ze de rest van het jaar dan? Wat doen ze de rest van het jaar? Nou ja, bij BNR Radio zeiden ze het heel erg mooi, want het wordt gelukkig ook steeds wat meer opgepikt. En daar zei iemand eigenlijk terecht van, ja, misschien kan die meneer niet goed met zijn geld omgaan als hij 5 miljoen nodig heeft. Super. Oh. We kijken uit naar volgend jaar en laten we hopen dat hij dan in ieder geval in februari ligt. Dan gaan we al een stap in de goede richting. Dat zou mooi zijn. Oké, hartstikke goed. Ja. Hey, dankjewel Willy. Ja, alsjeblieft. Dit was het voor deze week. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.